15 maart zijn er weer Tweede Kamerverkiezingen. Deze verkiezingen zijn erg belangrijk, omdat ze bepalen wie er de komende 4 jaar zullen aanschuiven bij RTL Late Night en Pauw. Politici gaan er de komende tijd weer alles aan doen om uw stem te krijgen. Daar zit u als burger natuurlijk helemaal niet op te wachten. Daarom geven wij antwoord op de vraag: wat kunt u doen om opdringerige politici op straat te ontwijken? Allereerst, ga niet meer naar de markt. Politici zullen daar veel flyeren, omdat ze denken dat op de markt veel gewone burgers komen. Komt er een vlotte jonge kerel met een windjack op u af? Dit kan 2 dingen betekenen. 1. Het is Jesse Klaver van GroenLinks. Tijd voor verandering. 2. Het is een leeftijdsgenoot van Jesse Klaver die u een Volkskrant abonnement wil aansmeren. Volkskrantje? Zeg in beide gevallen, nee dankjewel man, ik heb hem al. Oh. Ga nooit de deur uit zonder een sjaal. Die komt goed van pas als een PVV'er op u afkomt. Sla dan snel de sjaal om uw hoofd als een hoofddoek of tulband. De PVV'er zal met een boog om u heen lopen. Als Geert Wilders zelf door uw winkelstraat loopt, dan kunt u er waarschijnlijk moeilijk langs door al zijn beveiligers. Roep dan een paar keer heel hard Allah Akbar. En binnen 30 seconden heeft u de winkelstraat voor u alleen. Wel zo rustig. Bent u ingesloten door politici en kunt u geen kant op? Maak uzelf dan klein in een bolletje, stop uw vingers in uw oren en schreeuw la 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 la. De meeste politici gaan dan vanzelf weg. Behalve Jan Roos. Hallo. Die vraagt u waarschijnlijk om bij zijn partij te komen. Hij is onder de indruk van uw debatteerkunsten. Nog wat laatste korte tips. Maak SGP'ers altijd wijs dat het zondag is en ze niet mogen flyeren. Godver. Ziet u een groep zwervers soep uitdelen? Dat zijn SP'ers. Blijf uit de buurt. Komen er 2 Turken op u af? Die zijn van partij Denk. Of u nu doorloopt of met ze gaat praten, beledigd zijn ze toch wel. Ziet u een VVD'er op de markt? Die is waarschijnlijk verdwaald. Wat een pauperzooi. Regel via Uber een dikke BMW om hem naar huis te brengen. Dikke BMW! Wilt u actueel op de hoogte blijven van risicogebieden? Download dan onze behulpzame app, Politicus Go. U ziet precies waar ze lopen en kunt uw route daarop afstemmen. Heel veel sterkte.